Hi. Hi. Jongens, welkom bij, ik wil het zeggen Tom en Peter, maar het is Soraya en Peters Hot Coffee Show deze week. Ja. Het is de eerste keer dat je in de Hot Coffee Show zit. Spannend. Welkom. Dank je. Hoe voelt het? Nou, warm, met die thee zo in mijn handen op mijn been gedrukt. Ja, lekker hè? Hey, bij de Hot Coffee, ik wilde ook deze Hot Coffee Show een beetje gebruiken om jou een beetje te leren kennen. Ja, nee, bedoel, de mensen thuis bedoel ik. Oh, jullie. Ja, want jij bent natuurlijk echt een gamechanger. Wij kennen elkaar sinds, we kennen elkaar echt al jaren. Zo lang. Dat je niet denkt van hashtag me too dat hij nu zo zit. Ah! Maar we kennen elkaar al jaren en op gamebeurs kwamen we elkaar heel vaak tegen, op gamescom en zo. Eigenlijk alleen maar, want dan zat ik inderdaad gelijk al te appen. Gaan jullie ook? Ben je daar ook? Ja, dat is gewoon mijn Gamescom-man. Volgens mij heb je op een gegeven moment ook zo genoemd. De Gamescom-man. Ja. En dan zaten we altijd in de Ierse pub, dat was altijd heel gezellig. En ik had altijd wel een oogje op jou voor Gamersnet. Nou, ik zat altijd met mijn oog heel erg zo aan. Jongens, guys. Yes. Ja. Dat duurde heel lang. Jaren. Ja, maar ja, op een gegeven moment, de zaak moet wel goed gaan. Dan kan het pas. Maar je bent er nu eindelijk en jij komt dingen doen met indie games. Yes. Thank you! Waar komt jouw liefde van indie games vandaan? Want je hebt een heel leuk, hadden we vorige week natuurlijk een item indie of niet. Deze week, begin deze week. Ja. En, maar daar hebben we eigenlijk jou helemaal niet aan het woord gehoord. Dus dat is even jouw kans. Waar komt jouw liefde voor indie games vandaan? Nou, het is eigenlijk redelijk nieuw hoor. Dat een vriend van mij, die werkt toevallig op hogeschool en dan maakt dus ook indie games. En die liet dingen zien. En toen pas dacht ik zo, oh wauw, het verhaal erachter is, ja, vind ik bizar. Weet je, dat ze op school in een half jaar een game maken. Maar er bestaat nu ook veel groter natuurlijk. En dat vooral het verhaal erachter vind ik heel erg tof. Weet je, nou, die andere games zijn ook mooi. En daar heb ik ook heel veel liefde voor. Maar vooral de indie games. Ja, ik vind het knap. Laatst ook weer. Twee jochies van 15 hebben een game gemaakt. Ja, doe normaal. Ja, maar is het dan wel een leuke game? Nee, het is gewoon een kut game natuurlijk. Maar het werkt. Ik bedoel, ja, okay. Toch knap. Ja, oké. Okay. Als mijn lamp kapot gaat, zit ik al te huilen aan de telefoon met de elektricien hoor. Wat moet ik doen? Van de lamp is kapot. Ja, dat moet ik gewoon vervangen. Help. Maar ja. Ik heb dat niet. Ik heb niet de skills om zoiets te maken. Dat vind ik gewoon echt een kunst. Ja. Nou ja, goed hoor. Dan kun je ook gewoon gaan schrijven over stratenmakers. Dat is ook knap. Dat is ook knap, maar daar weet ik niet zoveel van. En weet je, om nou met die stratenmakers te spelen, ook leuk hoor. Muntjes gooien in een broek, weet je, aan de achterkant. Ja. Maar dat is niet helemaal mijn ding. Oké, okay, nou hartstikke goed. Ik heb een stelling bedacht voor de Hot Coffee Show. Elke week behandelen jullie stellingen. Heb je zelf een leuke stelling? En denk dan ook vooral een beetje aan de actualiteit. Dat is belangrijk. En drop die vooral, want dan kunnen wij het erover hebben in een nieuwe Hot Coffee Show. En dat doen we dan met z'n zes. Hè? We roleren een beetje met z'n zes om. Sorry, jij zit hier nu, dus ik had bedacht. Er was deze week wat discussie onder het Indie of Nie item. Heb je goed gedaan, werd leuk onder gediscussieerd. En de discussie, en dat ik hier zit en niet Tom, omdat ik natuurlijk een beetje anti ben en jij bent natuurlijk heel erg pro. Ja. Maar de stelling die ik deze week wilde droppen is, het woord indie game is slechts een marketing tool. Oeh. Ja, dat is wel een beetje geworden hè. Ik haal, ja, eigenlijk wel. Ja, weet je, je zag het al, een heel recent voorbeeld, Unravel, is absoluut geen indie game, wordt keihard weggezet als een indie game. En het is wel zo. Aan de andere kant vind ik ook alweer dat het juist de echte indie games veel slechter neerzet. Weet je, het hele idee van wat een echte indie is en hoeveel werk en geld in zit en tijd. Ja, dan denken mensen, ja, nee, is helemaal niet van, kijk maar inderdaad al die marketing, in ieder geval de titels die het als marketing ding gebruiken. Ja, ze hebben natuurlijk veel meer tijd en geld vooral. Maar ben jij nou niet te hard tegen Unravel? Dat is een heel leuk spel. Het is ook wel leuk, maar het is gewoon geen indie. Kap met het indie noemen als het geen indie is. Maar waarom zou jij jezelf beperken tot spelen van games met een klein budget? Ik bedoel, als jij kan genieten van Unravel die wel een hoger budget had, dan is dat toch ook prima? Dan hoeft dat toch verder niet. Dat hoef je toch niet weg te stoppen omdat het dan geen echte indie is. Want het is eigenlijk een cheat, dat is eigenlijk wat je zegt. Ja, weet je, het is ook niet dat ik het wegstop en ik vind ook niet dat mensen het weg moeten stoppen. Want evenveel lief dat ik al zei voor de AAA of van de AA of de A-games, whatever. Maar stop met het gebruik van indie als het geen indie game is. Want ik vind het vooral, dus na die twee jochies van 15, het is gewoon lullig omdat je het bagatelliseert, het woordje indie. Ja. Maar ik stel dat jij inderdaad denkt, weet je, rot maar op met het hele indie. Nee. Nou, maar ik heb het een beetje aangezet natuurlijk van de week, want dat maakt het item natuurlijk saillanter. Maar deze is nog zo'n game, hoe heet die, over die Eerste Wereldoorlog, Valiant Hearts. Ja.
Dat is ook echt geen indie game, het is echt door Ubisoft gemaakt. Wel een heel mooi spel. Absoluut. Maar jij zegt net letterlijk tegen mij dat spelletje van de jochies van 5, dit is gewoon echt een baggerspel. Maar dan toch waardeer je dat dan meer dan als een groot studio erachter zit of zo? Vanwege echt het verhaal? Nou ja, meer weet je, het hele idee wat je neerzet als je zegt het is een indie game, verwacht je inderdaad, weet je, er zitten echt letterlijk bloed, zweet en tranen in. En jij denkt dat Assassin's Creed Origins niet met bloed, zweet en tranen wordt gemaakt? Die mensen, nou, die 200 mensen tranen, die daar aan werken, dit zijn gewoon drones. Nee, wel met tranen en zweet, maar niet met heel veel bloed. Nee. Nee hoor, dat is gewoon aan het eind van de maand. Nee. Zij denken, oh, tjaka. Ja, precies. En het denk ja, je? Ik denk het niet. Okay. Ik denk dat ze niet zoveel krijgen als wij denken. Nee. Maar wel meer, weet je, dan de jochies. En ze worden gewoon aangenomen en dat vind ik echt... Er zit gewoon een heel ander verhaal bij indie game erachter. Ja. En dan vind ik het zo lullig dat ze inderdaad dan overal zeggen, oh, indie, inderdaad, Valiant Hearts of dat Child of Light. Ook een prachtige game. Mensen, als je het ziet, zeggen, oh ja, het is een indie game, want het ziet eruit als... Nee. Kappen. Oké. Okay. Moet er dan een soort van keurmerk komen? Een officiële, nou ja, een officiële indie keurmerk. Want dat je weet gewoon, ja, dit is met minder dan 5 mensen gemaakt. Dat zou je kunnen. Dat zou best wel kunnen. Want als het met minder dan 5 mensen is gemaakt, dan is het een indie game. Zou dat weer daarvoor? Ja, weet je, er zitten zoveel verschillende variabelen eraan. Want dan heb je inderdaad met een kleine studio, maar er moet ook vrijheid van creativiteit. Vrijheid inderdaad qua financiën, moet geen, niemand moet ze gespoord hebben. Weet je, er zit zo, ja. Ik vind het echt, dat ik vind is echt veel indie. Te zwaar dat is puur indie. Ja, ja, nee, maar oké, maar als kijk, ik zou ook een game kunnen maken morgen. Ik weet zeker dat ik daar geld voor los krijg. Nou, dan is het geen indie meer. Dan is het geen, oké, okay, dus ik mag, nee, oké, okay, dus je moet echt, is, ja, ja, maar de mensen van nooit die vreselijke game, Cuphead, ja, Cupcake. Die hebben ook heel veel geld van een bank, maar die hebben ook heel veel geld bij een bank vandaag gehaald. En dat mag dan wel, als je zelf risico neemt, dan is het wel prima. Ja, je moet niet gefinancierd worden vanuit een uitgever of wat dan ook, maar het is niet dat ik dat vind, hè, dat ik zeg, ja, als het dan wel is, dan is het geen indie game, maar als je echt daar inderdaad een controle op wil leggen, moet je natuurlijk iets hebben dat je zegt, dit is het en dit is het niet. Dit is geen grijs gebied meer dan. En dan moet je eigenlijk verschillende gradaties krijgen, weet je, dat is indie 1 en dat is echt puur, maar weet je, als je wel een uitgever hebt, dan ben je indie 2. Ja, ja. Ik wil nog even één ding zeggen, en dat is dat je heel veel indie games hebt die jij helemaal niet kent. Namelijk 99%. Absoluut. En daar zitten pareltjes tussen. Ja. Maar die gaat nooit iemand ontdekken. Is het maken van een indie niet net zo'n casino, net zo'n geluk dat je er doorheen breekt als het maken van een AAA game? Want ik heb, of nou misschien nog wel meer geluk, want ik heb het idee als ik door de App Store op mijn iPhone kijk of door de Steam lijsten, we kennen het meeste gewoon echt niet, want er komt te veel uit. Ja. Ik vind al dat er te veel AAA's uitkomen, zeker te veel indies. Hoe komen wij daar nou doorheen? Door gewoon elke week naar jou te kijken natuurlijk. Maar... Dat natuurlijk. Nee, maar hoe kom jij tot jouw indie games? Kijk je ook echt naar de games die hoog staan in de Steamlijst? Want ja, heel eerlijk, dan ben je eigenlijk al te laat, want dan heeft die game al te veel aandacht. Hoe komen we echt aan de pareltjes? Wat ik eigenlijk doe, ik gooi inderdaad Steam open. Weet je, dat is een van de dingen. Maar eigenlijk gooi ik gewoon Steam open en wat er binnenkort komt, of wat net nieuw is, zet ik open. En er zit echt heel veel bagger in. Ik klik gewoon letterlijk alles aan. Ja, maar dat kost heel veel geld, toch? Al die indies kosten allemaal niks. Jij hebt mijn sugar daddy, toch? Oh ja, ja, dat is waar. Is dat dan? We moeten het er even over hebben. Maar oké. Okay. Nee, maar zo doe ik het inderdaad. Mooi, ik kijk voor, ja, mooi, zo doe ik het inderdaad. Voor de camera even de financiering. Het is gelijk vastgelegd. Ja, precies. Dus je kijkt dan, dan ga je gewoon een beetje snoepen. Ja, er zit een beetje snoepen inderdaad. En zet je gewoon lekker op je lijstje. En weet je, heel vaak kijk mijn lijstje nog een keer door. Oh ja, deze is eigenlijk gewoon heel erg kut. Klik gewoon weer weg. Ja, en ook heel erg qua Twitter in de gaten houden. Overal waar ze een nieuwsbrief hebben, schrijf ik me gewoon voor in. Leuk. Oh, jij maakt de indie game, ik volg jou op. Ja, leuk. Ja. Nou jongens, mocht je zelf iets met indie games hebben of helemaal niks met indie games hebben, vind je het ook een marketing tool geworden? Reageer dan hieronder. Dankjewel Sarai en laat ik een stelling af voor volgende week. Graag. Heb je nog een soort final thought? Een final thought? Ja, als je een indie game maker bent, wees trots. Vooral dat. Wees trots. Strijders. Ja, luister niet naar Peter, want die snapt er niks van. Helemaal niet ook. Luister naar mij. Vertel het tegen mij. Nou, leuk. @Soraya Vint. En jongens, tot volgende week bij Nieuw Old Coffee Show.